open. Nee. Oh, dat is vervelend. Als de neem ze op, wat uit te maken van een preutje. Maar eigenlijk worden we op zoek naar de... Hallo. Kijk, naar de mensen die... Hallo. Oh, kijk. En dat geluid moet ik eigenlijk net huren, want... Een klein stapje achteruit, dan schrikken ze niet zo als ze de... Hebben ze ons gezien? Oké. Verkeerd moment. Ja. Is er verder niemand toes? Nee. Oh. Ik ga even handdoen, maar geen in het bloed vooruit. Nou, het ging ons eigenlijk om de vogeltjes. Allemaal vogelhuisjes en vogeltjes in de schutting en zo. Is er een vogelliefhebber? Mam is er van. Mam, is, ja, die, ja. Is die er? Nee, die is weg. Binnenlijn heeft. Oh, oké. Okay. En hoe lang duurt het voor dich om dit even aan te doen? Een minuut? Jazeker. Ja, trek even een box aan, jong. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door... De bekende onderbroekenleverancier Kelvin K. Ja, maar het is wel heel creatief. Hè? Het is enorm populair, het zogeheten kortenstaal. En mam is van de veugeltjes. Ja, want allemaal veugeluskes. Het is een doordeweekse dinsdag, net na de middag. En nou weet ik dat jongeren geren ontslopen over het algemeen. Het is geen school of studie of... Ik kom achter hem aan. Achter hem! Ja, is goed. Mag ik open dan? Jazeker. Wat een gastvrijheid. Leuk jong. Leuke plek. Ah, kijk. Dit verklaart alles, Pascal. Kijk. Het is overduidelijk, hè? Wat, hè? Ja, welkom. Ja, zeker. Hartelijk welkom. Ah, jong. Ja, drinken. Zo toch geen zin. Wist ik altijd zo, hè? Dat van toe zoet mij gekregen, die gastvrijheid. Ja, ik werk in horeca. Ja. Ah, kijk. Want ik was net tegen de kent het programma trouwens, onderweg? Nee. Van Alain. Nee. Oh, we rijden door de ganse provincie. Alain Provies. En als we ergens iets zien waarvan we denken van ze zijn leuk voor Holland vast, dan komen we erop af proberen een preutje te maken. Achteraf moest ik bepolen van of we het uit mogen zenden, maar zover zien we nog niet. Ja, sorry, ik ben wel precies waar. Nou ja, ik zei net tegen de Lutoes, ik zeg van, ja, jonge man, op een doordeweekse dinsdag, net na de middag, wat duidt hij toes? Maar is ze gewerkt gisteren? Nee, ik ben even op stap geweest gisteren. Ah, kijk. Even de bloempjes boete gezet. Ah! Dus ja. En dat best in staat geweest? Ja. Ja, even naar werk en gedronken en toen geëscaleerd. Geëscaleerd? Hoe laat was het? Ik geloof tegen een wereld toe zo. Oké. En even zonder namen te noemen, maar wat duizend in de horeca? Hey, ik werk bij een wienbar, fulltime. Zit ik daar? Ja, Beccaro, ik weet niet of je dat kent. Op de vriend of ik dat. Ik zei net, even geen namen. Nee, maar volgens mij zijn ze niet heel duidelijk. Dus, wienbar, dat betekent ook dat ze deskundig is op het gebied van Wien? Nog niet, ik ga me wel specialiseren inderdaad. Dus ja. Maar die serveert dan Wien aan de lui? En als die vragen stellen, was er geen antwoord op is, wat dan? Bluffen? Ja. Okay. Ja, maar fake it all you make it, hè? Ja, juist. Denken ze wel eens. Oeh, daar hadden we erin. Hé, heb je ook een horeca opleiding gedaan? Nee, ik heb marketing gedaan. Marketing? Ja. En ik ben daar afgelopen jaar ben ik daar klaar met. Of ja, met vergeslaag en nu werk. Dus wel geslaagd? Ja. En waarom dan niet in de marketing? Ja, nou, ik ben op mijn 15e bij die zaak begonnen en ja, dat beviel me heel erg. En toen, ja,
ik heb marketing gedaan eigenlijk omdat ik wist dat het een heel brede opleiding was. Het was maar een mbo-opleiding. En daarna ben ik gewoon... ik zal wel niet gaat voor mij. Ik wil later toch wel mijn eigen horecazaak. Dus dan denk ik ieder dat ik dan ervaring heb als aan een papiertje. Nou, dat was eigenlijk grappig dat ze dat zo zei, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Horeca-ervaring plus marketingopleiding is eigen zaak. Dus dat is duidelijk ook wel een beetje die... Dat is wel een beetje de plan, ja. Ja. En moeten we dat dan ook in de Wien zoeken? Ja, een beetje hetzelfde concept. Een beetje een tapas. Wien, inderdaad. Lekker een bar. Niet te formeel, niet te informeel, maar gewoon lekker... gezellig. Met dich natuurlijk als stralende gastheer. Zeker. Ja, zeker. Ja. Je gaat stralen de rest nu op voor meer. Nee. Maar ik kan bij dich wel mij voorstellen in een etablissement en waar sticht dan de scepter zwaait. Maar ik denk dat. Nou ja, ik denk dat dat die grote kracht is, die persoonlijkheid toch, of niet? Ja. Ja, ik probeer zo gastvrij met iedereen om te gaan. Als het geeft. Mogelijk is. Maar doe best een heel open type, ook volgens mij van zichzelf al. Van wie heb je dat, van pap of mam? Openheid denk ik van mam. Denk ik wel, ja. Die van de vogelkist? Ja. 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 Heb je de show nog gezien? De wat? Er hing ook een show bij, is vogelhuisje. Een show? Ja, helemaal. Van dicht geweest? Nee, van pap. Van pap? Hoe werk zo van pap. Oké. Okay. Maar pap werkt ook in de bouw of zo? Of gaat? Of... Ja, ze gaat. Ja, het half huis heeft er gebouwd. Maar pap is van officieel is er ingenieur. Aha. Bij in IJssel. Dus hij heeft ook alles zelf getekend en zo? Ja. En die is nog ook aan de gang? Die is nog, ja. Oké. Okay. En wat doet mam qua werk? Mam heeft een kinderopvang. Nee. Oké. Okay. Ja, als ik heel dicht bij dich kon staan, dan ruik ik inderdaad het doorzakken van... Wat wil je even doen? Ja, ik zou je open vuur even vermijden. Nou, ja, dank je. Hé, maar wie al bent ze nou inmiddels? Ja, 20. Ja. Dus er werkt al 5 jaar bij de Wienbar. Maar... Ja, maar die toekomst, wat er is, ik wil begon leren als het gaat om de... Ja, mijn toekomst nu, ik werk nu 2-3 maanden fulltime. Ik ga nu sowieso mijn contract afmaken en dan kijken of ik ergens anders ben, een leuke zaak. Wat zal ik het leuk vinden als ze dat is? Dus dat contract kan ze niet verlengen? Ja, wie weet, als ze mij gaat te bijen heet, hoe ik meer functie, meer autoriteit krijg, dan zeker. Maar op het moment... Is dat een luxe die ze zich kan permitteren, ook op dit moment, in de horecawereld? Als ze capaciteiten heerst, dat ze het voor het uitzoeken heerst? Ja, in principe wel, ja. Zeker in zo'n zaak waar ik nu werk, krijg ze hier nog aanbiedingen. Ik ken de, ja... Ik zou nu wel een paar zaken kunnen uitzoeken. Oké. Okay. Ja. En dan dus, in Maastricht? Vooral in Zwitserland, in Amsterdam, Utrecht, in Liège, Antwerpen. In Maastricht een aantal, ja. Nee, maar dat noemt ze nou even zoom maar op. Maar dat zijn zaken die ze concreet op het netvlies is nou? Ja, die me concreet gevraagd hebben, ja. Ja. Hoe komen die bij dicht dan? Ja, de zaak moet werken, komen wel. Het is een vrij bekende horecazaak in Maastricht. Er komen heel veel ondernemers. Ja, als het aan de Vriethof is, dan is het natuurlijk bekend bij velen. Ja, zeker. Ja. Bij toeristen, maar ook bij vaste gasten en lokale lui. En er komt dan bijvoorbeeld zo'n Zwitser of zo, die komt door. Ja. Die is toch een keer binnen geweest en die heeft. Die heeft me toen gevraagd, ja, inderdaad. Ja. Dat was dan op het moment dat ze wel oksel fris was natuurlijk. Ja. Geen stuk fris was toen. Ja. Maar en zo is dat met die andere lui dan ook gegaan. Hè? Dus Amsterdam, Liège, Zwitserland. Ja. Dat streelt dan die ego natuurlijk. Zit er iets tussen waar ze enorm
Zo zit ik zelf naar Zwitserland komen? Niet voor lange termijn. Wel voor een jaar of zo, maar ik zou dat wel doen. Maar ik heb de zaak opgezocht en zou ik wel bij een andere zaak wel. Een niveau genoeg, zeg maar. Okay. Ik ben nu wel gewoon ervaringen opdoen als een... De volgende stap moet wel echt een stap zien. Ja. Zeg maar wel richting de... Ster. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld? Ja, wel dat niveau inderdaad. Is dat arrogant als we dat zeggen als 20-jarige of is dat een reëel iets? Ik denk ambitieus. Oké. En een beetje bluffen? Ja, een beetje bluffen vooral. Hadden we het net over? Ja. Ja, dat is als streven naar het meeste als ze alles goed wil halen. Ja. Pokerface opzetten en... Achterbij, jazeker. Heb ze een vriendinnetje? Nee. Nog niet. Geen ambities op dat gebied? Nee. Niet echt, nee. Nog niet. Hoe is het met de vuut? Begin ik uit te horen. Ja, oké. Zak, goed nieuws, want ik ken zijn programma niet. Het duurt 12 minuten. Okay. Er wordt niet in geknipt. En die 12 minuten, die zien nou Perfect. Hartstikke bedankt. Joh. Ja, nee, dik bedankt. Vond het erg leuk om met een 20-jarige met ambities en talenten. Eindtalent hebben we nog van dichtbij kunnen zien.